Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Ik zit hier aan een parkwater. Ik ben net aangekomen, het is ochtends vroeg. Het begint net mooi te schemeren. Ja, ik ga vandaag een dagje vissen op dit parkwater. En ik ga jullie het een en ander vertellen over obstakelvissen. Want ik ga namelijk één hengel tegen obstakels aanleggen en de ander op het wijd. En ik ga jullie van allerlei tips geven over het wintervissen op karpen. Dus blijf zeker kijken. Ik denk dat ik vandaag een goede kans maak op één of twee mooie vissen, dus daar ga ik heel erg mijn best voor doen. Nou, ik ga snel het tentje opzetten, want het begint de hele tijd te regenen. Het wordt sowieso een hele regenachtige dag. Op zich goede omstandigheden. Het is nu bijna kerst en we kunnen echt wel spreken van wintervissen. Want de watertemperatuur is al lang en breed onder de 10 graden. En vorige week heeft er zelfs wel ijs op gelegen. We maken er vast weer wat moois van. Dus hopelijk kunnen jullie weer genieten van deze nieuwe video. En gaan we kijken of we wat mooie vissen kunnen vangen. Veel kijkplezier. Dan. Ik mag hier vissen met twee hengels, dus ik heb twee rigjes klaargemaakt. Ja, het is dus echt wintervissen al, de watertemperatuur is rond de 7 à 8 graden. En daarom ga ik echt super attractief en subtiel vissen. Ja, en een van de meest subtiele manieren van het presenteren van je haakaas is vissen met plastic haakaas. Dat is iets wat ik heel graag doe, zeker in de wintermaanden. Het kan het hele jaar door natuurlijk, maar zeker nu vind ik dat heel erg effectief. Zeker omdat ik voer met alleen maar super klein aas, dus verkruimelde boilies. En met zo'n heel klein plastic haakaasje erboven, die goed is uitgebalanceerd, dan kan je gewoon super subtiel vissen. Dus hiermee ga ik aan de slag. Zoals ik al zei, ik vind het heel belangrijk dat het haakaas zweeft. Maar ik vind het ook belangrijk dat de haak plat op de bodem ligt. Hierom heb ik op iedere onderlijn twee knijplootjes zitten. Eentje halverwege de her en één shot om de hoek. Nou, die shot om de hoek is er ook voor om die haak gewoon weer wat zwaarder te maken. Zodat die beter blijft liggen, ook als de vis op de stek aan het zwemmen is. Dus hij ligt plat op de bodem, die haak. En dat dumbbeltje die zweeft er mooi boven zo. Een super subtiele manier van presenteren. Deze hengel ga ik tegen de takken aanvissen. Die zit een snackster op, haakmaat 4. En deze gaat op het wijd met nog een subtieler dumbbeltje. En daar zit een super snatch haakmaat 4 op. Allebei dus wel met een shot om de hoek. En met de nieuwe QC Heavy Sinkers. Die zijn niet van lood gemaakt, maar van zink. Super fijn, er zit een sleeveje op. En die kan je heel mooi op de onderlijn drukken. Zonder dat je contra gewichtje ervan afgaat. Nou, deze plastic haakhaasjes gebruik ik. Die zijn van Corda. Die heb je in allerlei soorten en maten. Dit zijn bijvoorbeeld 12 mm dumbbeltjes. Dit zijn 8 mm dumbbeltjes. En deze zijn slow sinking en dit is weer een pop-up variant. En hierom altijd even goed kijken of je dumbbeltje wel goed is uitgelood. Dus zoals ik al zei, je kan natuurlijk ook op zo'n manier vissen dat je haak rechtop gaat staan. Maar dat vind ik zelf niet zo fijn, ook omdat je dan wat meer bladafval kan pakken. Omdat die haak alle kanten opgaat en hij is dan veel te licht uitgebalanceerd in mijn mening. Want hier heb je natuurlijk ook overal bladeren op de bodem bij die takken. En dan vind ik het gewoon belangrijk dat het allemaal mooi pin-down op de bodem ligt. En ook als er een vis voorbij komt, dat het gewoon goed blijft liggen. Zonder dat er allerlei bladeren en andere rotzooi door die haak heen komt. Nou, hier zitten allemaal geur- en smaakstoffen in verwerkt. Dus dit hoef je niet te soken of zo. Dit is al super attractief van zichzelf. En ja, zoals ik al zei, als je dit zo mooi visueel boven een klein bedje van heel subtiel voer kan brengen, dus bijvoorbeeld verkruimelde boilies wat ik vandaag ga doen, ja, dan zit je gewoon echt op goud. Helemaal hier met het troebele water, ja, zo'n dumbbeltje valt super goed op. En ja, dit is voor mij echt gewoon een classic voor in de winter, het werkt heel erg goed. Ik ga snel het voerbootje paraat maken, heel klein beetje verkruimeld voer, sweet almond boilies van 15 mm in de voerbak doen, mooi verkruimelen dus. En dan ja, ze mooi op scherp leggen, ik kan niet wachten. Het is net flink aan het schemeren, het is wel mooi licht aan het worden, dus de hengels die kunnen er wel in. Ik ben
reuze benieuwd wat er gaat gebeuren vandaag. Dat is het voordeel van de slipdicht. Hij kan niet naar voren, dus hij zakte. Ik zal even kijken of er geen merkhoed was. Daarom was ik wat later met het oppakken. Als je ziet dat hij natuurlijk wel naar de takken ingaat, dan pak je hem meteen. Maar dit was gewoon kanker. Drillen op het dumbbeltje. Lekker jongens, super. Kijken of we hem kunnen landen. Heerlijk jongens. Ik ben benieuwd wat het is. Schip met je alvast pakken. Eerste aanbeet is altijd spannend. Mooie schub zo te zien. Dat is leuk. Hij vecht goed. Lekker wild aan het schudden met de kop. Maar goed, ik heb er een snacks erop zitten. Die komt echt niet los. Daar ben ik niet zo bang voor. Toch de hengel tegen de takken aan. Ik had het stiekem maar wel verwacht, want er lag ook een vis op de diepte meten. Echt een slanke vis zo te zien. Kijken of we hem kunnen landen. En jawel, hij zit erin. Haha, lekker jongens, super. Meteen het haakje losmaken en hem de rig weer terug. Een hele licht gekleurde vis. Dat is wel grappig. Best wel typisch in dat troebele water. Oké, de eerste ligt hier op de mat. Hartstikke leuk om binnen een uurtje al actie te hebben. Het is geen grote vis, maar toch wel heel erg blij mee. Ik had ook wat last van meerkoeten. En de hengel al 3 of 4 keer opnieuw uitgevaren. Dus toen besloten om de hengel op een gegeven moment zonder voer terug te varen. Want er lag natuurlijk nog wel behoorlijk wat kruimels op de stek tegen die takken. Dus alleen het dumbbeltje uitgevaren. Toen kwamen de meerkoeten er niet meer op af. Ja, en toen eigenlijk binnen 5 minuten of 10 minuten vertrok die. Een hele mooie terugzakker. Hij kon nog geen kant op natuurlijk. Mooi drill aangehad, heel mooi visje. Ik ga hem meteen terugzetten, de hengel terugvaren. Ik ga hem er ongetwijfeld nog 1 of 2 bij vangen. Het gaat lekker zo jongens, super. Dit was even zuur jongens, echt heel zuur.
Jullie zagen het, volle run op de linkerhengel. En misschien denken jullie van, ja, maar die hengel had je toch dicht staan, je vis toch tegen de takken. Nou ja, ik had net een vis gespot aan de overkant. Die sprong er twee keer uit. Ik denk 3 meter voor de takken of zo, iets links van de plek die ik eigenlijk beviste. Dus ik ging snel binnendraaien met de voerboot singlehookbait naar die plek toegevaren. En binnen 5 minuten loopt hij gewoon af. En ik had de slip nu natuurlijk niet pot dicht staan, want het was niet nodig. En hij was nog niet in de buurt van obstakels of zo. Maar goed, jullie zagen het, de haak schoot los. Daar baal ik een beetje van, want het is een snackster en die hoort niet zomaar los te schieten. Ik weet niet wat daar is misgegaan. Ik heb de onderlijn even bekeken en daar lijkt niet zoveel mis mee. Het enige ding is dat dit een haak was zonder shot onder hoek erop. Dat is misschien een eigen fout geweest, want ik had natuurlijk die ene vis gevangen. Dat haakpuntje was krom, dus ik had een nieuwe onderlijn eraan gezet. En daar had ik nog geen shot onder hoek op zitten en ik ben een tangetje vergeten om die knijplootjes er goed op te zetten. Het kan ook wel met de hand, maar dat is een beetje een gedoe. Dus ik dacht, nou, dan maar zonder shot onder hoek. Want dit water is dan best wel belangrijk, omdat die vissen hier in het verleden heel fanatiek zijn bevist. Waardoor een aantal vissen wel kapotte bekjes hebben. En dan is het juist belangrijk dat die haakpunt naar beneden gaat. En daardoor denk ik dat hij gewoon nu in de hoek zat gehaakt en dat hij dus niet goed vast zat. Dus dat is een beetje mijn gedachtegang achter deze losser. Dus ik ga er snel een shot onder de hoek opzetten en dan ga ik hem weer terugvaren. Alleen dan niet naar de plek waar ik deze vis haakte, maar gewoon weer terug naar de takken. En dan met de slip natuurlijk wel gewoon potdicht. Dus ja, tijd voor een herkansing. Maar goed, wel weer run nummer 2. Beetje balen, maar goed, ook wel weer van geleerd. De hengel die gaat snel weer terug nadat ik er een knijplootje op heb gezet in de vorm van een shot onder de hoek. Oké, dan de hengel ligt weer terug naar die ene losser. Zit lekker even een bakje koffie te drinken. Ik ga zo even wat onderlijntjes knopen, met shot om de hoek natuurlijk. Zodat ik in ieder geval wat op voorraad heb voor als er nog meer actie komt. En dat denk ik wel, want ik ben pas 1,5 uur of 2 uurtjes aan het vissen. En al 2 runs, dus dat gaat hartstikke mooi eigenlijk. Ik heb hier ook ben hier jaren niet geweest. En volgens mij wordt er ook bijna niet meer gevist sinds het nachtvissen hier verboden is. En dat is al een aantal jaartjes het geval. Terwijl je vroeger heel veel hengeldruk was en dat is nu niet meer. Dus vandaar denk ik ook dat het weer wat makkelijker is om het aanbeten te krijgen. Omstandigheden zijn vandaag ook heel erg goed, moet ik zeggen hoor. De afgelopen weken was het heel erg koud. Heeft hier zelfs een beetje ijs gelegen. En nu is het eigenlijk een graad of 9 à 10. Mooie harde zuidwestenwind, lage luchtdruk. Ja, een perfecte dag om in de wind te gaan vissen. Dus mocht je gaan wintervissen op karpen, dan raad ik ook echt aan om je sessies te timen. En het hoeft maar ietsjes warmer te zijn buiten en ga dan lekker naar de waterkant. Want die vissen die merken al de kleinste verschillen in temperatuur. En zeker als het buiten warmer is dan de watertemperatuur zelf, ja, dan zit je echt op goud. Zoals nu, de watertemperatuur is een graad of 7 à 8 en buiten is het een graad of 9 à 10. En dan gaat die watertemperatuur gewoon ietsjes omhoog en die vissen die kunnen dat gewoon heel erg goed waarnemen. Dus dat is sowieso wel handig om rekening mee te houden. Wat ik ook wou vertellen is dat het karpencoaching gebeuren live staat op mijn website. Dus heb jij interesse om samen met mij een 24 uur sessie te vissen, dan raad ik je aan om even de website te checken. Daarin staat het een en ander over wat het precies inhoudt. En dat kan ik ook wel even kort vertellen aan jullie. Het is eigenlijk heel simpel. Ik ga 24 uur met jou als klant op pad. Dat kan zijn op jouw favoriete viswater, dus dat ik naar jouw water toe rijd. Hoe gaat het dan in zijn werking? Nou, ik kom naar jou toe. Dan gaan we naar jouw viswater toe. En dan gaan we eerst maar eens gewoon even lekker een rondje lopen om te kijken wat is het voor water. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we er een succes van gaan maken. Het is niet zo dat ik echt alles voorkoud tijdens de sessie. Maar ik probeer je vooral te inspireren en je na te laten denken over dingen die je zou kunnen doen om meer vis te vangen. Aan het begin van de sessie krijg je ook een goodiebag van mij. Daar zitten allerlei leuke producten in. Die krijg je natuurlijk gratis, dat is bij de prijs inbegrepen, krijg je erbij. Daar zitten mijn favoriete producten, zoals mijn favoriete haakaasjes, mijn favoriete boilie. En daarmee kan je in ieder geval mooi aan de slag. Nou, nadat we een plan hebben gemaakt, gaan we gewoon lekker vissen samen. En dan ga ik er alles aan doen om jou een betere visser te maken. Dus je mag onbeperkte vragen stellen en die ga ik allemaal op mijn gemakje voor je beantwoorden. Het is echt iets waar ik heel lang naar heb uitgekeken. Ik vind het super leuk om jullie te helpen. Nou, dat kan online natuurlijk, maar 1-op-1 is dat nog veel effectiever. En dan kunnen we ook echt de diepte ingaan en ervoor zorgen dat je de rest van je leven meer vis gaat vangen. Want ik zie ieder jaar mensen die geven, dat is een feit over het algemeen. Een gemiddelde karpenvisser geeft tussen de 500 en 1500.
1500 euro per jaar uit aan zijn hobby. Dus ja, dat gaat natuurlijk kinderen veel minder. Maar goed, de gemiddelde volwassen karpenvisser die zit al snel aan 1000 euro per jaar wat hij uitgeeft aan zijn hobby. En dat zijn nou niet per se producten waar je meer vis door gaat vangen. Denk aan tenten, stretches, hengels, etc. Maar een 24 uur sessie met een zogenaamde karpencoach, ja, daar heb je de rest van je leven wat aan. Maar dan kan je de rest van je leven ook echt die tips toepassen in de praktijk en je wordt er gewoon een betere visser door. En ja, daar heb je dus veel meer aan als het kopen van een nieuwe stretcher of tent. Dus dat is eigenlijk het hele concept van het idee. Nou, mocht je interesse hebben, check dan zeker even de website. Je kan ook alvast boeken. Ik heb een programmaatje erop gezet met een kalender, zodat je zelf je voorkeur kan aangeven. En dan kan je hem vastzetten en dan krijg ik een melding. En dan weet ik in ieder geval wanneer de sessie staat te gebeuren. Ik neem dan contact met je op en dan gaan we vast het een en ander kortsluiten samen. Dus ja, het zit allemaal mooi aan te komen. Ik heb er heel veel zin in. Ik ga in ieder geval nog even lekker genieten van mijn bakkie. En ik verwacht eigenlijk binnen nu en een half uur wel weer een nieuwe fluiten. Ik heb trouwens nog geen beet gehad op mijn hengel die op het wijd ligt. Alleen ik denk een stuk of 88 meerkoeten. Dus ja, daar word ik een beetje ziek van. Mocht er nou eens dadelijk weer een aanbeet van de overkant komen die tegen het eiland aan ligt, nou, dan ga ik de wijdhengel eruit draaien en dan ga ik ze allebei naar de overkant vissen. Is wel zo logisch natuurlijk, want als daar de vis ligt en als ze daar heet het vandaan komen, dan zal het dom zijn om daar niet gewoon twee hengels naartoe te vissen. Dit water mag je niet met drie hengels vissen, dus vandaar dat ik ook met twee hengels vis vandaag. Nou goed, ik ga hem nog even afwachten. Ik hoop dat die zak nog een keer vertrekt. Ik weet het eigenlijk wel zeker. En nu met die shot om de hoek erop, dan weet ik eigenlijk wel zeker dat hij ook wel blijft zitten. Genoeg gepraat, op naar de volgende vis. Yes jongens, toch nog een fluiter. Hengel staat potdicht tegen de takken en het gaat goed. Oh, lekker zeg. Ik wou net gaan opruimen, echt bizar. Ja, dit gaat mooi. Vis is ruim voor de takken. Ik moet het vuur uitzetten, ik was een tosti aan het maken. Lekker zeg. Die kwam best wel onverwachts, ik had het niet meer helemaal verwacht. Ik stond echt op het punt om te gaan indraaien, maar dit is toch wel even lekker, jongens. Super, super, super. Vis komt mooi deze kant op. Sterke vis. Even de hengel onder de andere doorhalen. Een beetje een lijn nemen. Ik ben benieuwd. Knokken wel goed hier hoor. Daar kan je niks van zeggen. Heel benieuwd wat hier aan hangt. Ik heb hem nog niet goed gezien. Schubje. Oh, een best fatsoenlijke schub dit. Dat is wel leuk. Heel sterk hier voor de kant. Het was de hele middag droog. En nu toch nog tijdens het een regenbuitje. Ja, een mooie fluiter. Ik denk dat hij er wel eens klaar voor is. Hij geeft zich nog niet gewonnen. Maar ze vechten echt goed hier, dat vind ik wel leuk. Hele wilde vissen. Deze op de roze dumbbell. Hij zit in het netje, jongens. Lekker zeg. Mooi zo. Oh, een hele mooie vis. Wat hogere vis. Hartstikke leuk. Nou, tweede vis. Laat hem snel aan jullie zien. Wat hoger visje. Wel leuk voor de verandering. Heel mooi goud gekleurd. Is ook wel mooi om te zien. En hij was super sterk. Grote vinnen. Ja, dit is vet, jongens. Helemaal mooi. Kijk, zo'n mooie gekleurde vinnen, jongens. Hartstikke leuk. Ik ga de hengel denk ik niet meer terugvaren. Ik blijf nog 10 minuutjes. En dan gaat het ook alweer schemeren. Dus ja, een mooi dagje gehad. Hij kan nog aflopen, zeker weten. Zeker omdat de aasmomenten in de winter een stuk korter zijn. Ja, dan kunnen we maar zo een paar runs volgen in korte tijd. Maar goed, ik ben hier weer hartstikke blij mee. Ik laat hem snel weer zwemmen. En dan gaan we op naar huis of op naar de volgende vis. Dan moet hij nog even aflopen. Deze gaat weer terug. Wat een regen, jongens. Ik ben helemaal doorweekt.
blijft maar gieten. Dan loopt hij mooi op. Wordt vrij ondiep, maar ook in de winter kan je echt nog wel ondiep vissen. Zeker in de buurt van obstakels. Ik ben benieuwd. 1,2 meter. Ietsjes verder nog. Ja. Dan ligt hij prima. Er ligt ook al vis op de dieptemeter, zo te zien. Dat is duidelijk karpen, jongens, daar. Helemaal top. Ik ga hem laten droppen. Niks meer aan doen. Nou, mooi geweest, mensen. Ik heb heerlijk gevist vandaag. En ja, gewoon een lekker resultaat gehad. Mooi dagje gehad. Een paar mooie vissen. Eentje verspild. Ik heb jullie uitgelegd hoe dat waarschijnlijk kwam. Alhoewel, je weet het natuurlijk nooit zeker. Ik heb slechts vermoedens. Maar goed, ja, gewoon een lekker dagje gevist, jongens. Dat was wel weer eens lekker. Lekker met plastic aan de slag gegaan en jullie zien, het werkt. Het is echt een van de mooiste manieren om in de winter heel subtiel te vissen. En ja, ze vinden het gewoon heerlijk. Ik vind het mooi geweest. Ik ga de hengeltjes eruit draaien. En dan lekker naar huis toe. Lekker editen. En dan komt de video heel snel online. Ik denk dat jullie deze video rondom kerst kijken. Misschien heb ik hem al heel snel af en dan staat hij al voor kerst online. Bij deze wil ik ook iedereen hele fijne feestdagen toe wensen. En alvast een goed uiteinde van het jaar. Maar ik denk niet dat dit de laatste video van het jaar is. Want ik ben nog volle bak aan het vissen en aan het filmen. Dus er komen weer van allerlei mooie dingen online. Nogmaals bedankt voor het kijken. En tot de volgende. En later.